In deze tutorial ga ik een wijnfles modelleren. En ik gebruik daarvoor een zelfgemaakte foto van de wijnfles die ik als achtergrondfoto plaats. En ik begin met een schets op het frontplane waarin ik met de functie Sketch Picture de foto ga plaatsen. Die functie is ook te vinden via het menu Tools en dan Sketch Tools. Nou, ik selecteer de foto van de wijnfles. En die wordt dan in eerste instantie waarschijnlijk veel te groot in beeld geplaatst. Dus dan zoom ik even uit. En dan ga ik hem verkleinen. Totdat hij precies in die box met die afmetingen past. Het zal nooit 100% passen, want de foto die heeft altijd iets van perspectief, ook al is die van een afstand van ongeveer 1,5 meter gemaakt, juist om het perspectief zo klein mogelijk te maken. Nou, ik plaats hem zo goed als mogelijk in de box. Dan noem ik die schets foto. En dan kan ik dubbel klikken op die foto. En dan kun je sowieso de foto achteraf weer van maat veranderen of verplaatsen. Mocht die toch niet helemaal goed staan. Maar kan ook bij transparency, als ik dan klik op full image, kan ik de foto enigszins transparant zetten. Dat hij anders erg donker in beeld staat en dat hindert bij het schetsen. Goed, dan begin ik met de referentieschets op het frontplein. En dan neem ik eerst de constructielijnen uit die vorige fotoschets neem ik over met het Convert Entity. Dan selecteer ik ze allemaal met Ctrl A en dan maak ik daar constructielijnen van. En dan ga ik daar de vorm van de wijnfles in schetsen. Nou, hieronder komt een holte, die heb ik opgemeten en die is 30 mm diep. Diepste punt van die fles heb ik ook opgemeten en dat zit ongeveer 10 mm van de rand af. Dus dat geef ik aan met constructielijnen. Nou, deze die maak ik even coincident. Die afronding die gaat op een gegeven moment over in een rechtstuk. Dat is ongeveer op een hoogte van 20 mm. En dat rechte stuk dat loopt door tot ongeveer 100 mm boven de bodem. Dat soort hoofdmaten die geef ik allemaal aan met de constructielijnen. En dan ga ik daar later de vorm met splines overheen schetsen. En aan de bovenzijde geef ik aan waar die sleeve van de wijnfles begint. Dat is ongeveer op 60 mm vanaf de bovenkant. Dat soort maten heb ik allemaal bij de wijnfles zelf opgemeten. En dan laat ik zo meteen de fles in de sleeve wat verder doorlopen, maar niet helemaal tot boven. En dan laat ik hem doorlopen tot ongeveer 20 mm vanaf de bovenkant.
De hals van de fles is 28 mm breed. En als ik nou dat punt met de symmetrieas selecteer, dan kan ik de totale breedte bematen. Goed, dan staan de hoofdmaten er allemaal in. Dan kan ik beginnen met het schetsen met splines. Nou, die maak ik tangent. En die andere kant, die moet ook. Ja, die kan ik niet tangent maken met deze constructielijn, want je kunt alleen maar met het eindpunt van een constructielijn een spline tangent maken, maar kan wel die hendel kan ik horizontaal zetten. Dus dat geldt hier ook. Ik kan hem niet met deze constructielijn tangent maken, maar kan wel die hendel hier verticaal maken. En die andere hendel die kan ik horizontaal maken. Dan kan ik met de lengte van die hendels kan ik de vorm beter maken. Nou, dat komt niet heel precies, want die onderkant die zie je toch nauwelijks van de wijnfles. Dan zie ik dat ik dat. Oh wacht, dit is sowieso het verkeerde punt. Daar moet ik niet heen. Ik wil naar die lijn, maar ik wil precies op het kruispunt. Dus ik maak hem ook coincident met die andere lijn. Deze constructielijn die kort ik even in tot. Tot die onderste constructielijn. Nou, deze hendel die maak ik weer verticaal. En die andere kant ook. Dan zoom ik even in. Want ik wil dat die vorm zoveel mogelijk gelijk loopt met de foto. En dat kan ik bereiken door lengte van die hendels in te stellen. Nou, dat ziet er zo ongeveer wel goed uit. Nou, daarmee heb ik de hoofdgeometrie van de fles al vastgelegd. Dus die schets die sluit ik af en die noem ik ref front. En dan ga ik in een nieuwe schets op het frontplein ga ik de echte geometrie van de fles tekenen. Waarbij ik de splines allemaal overneem, ook de symmetrieas. Die symmetrieas die moet weer een constructielijn worden. Ja, dan ga ik ook een paar hulplijnen toch overnemen. Dus die verander ik ook in constructiegeometrie. Even kijken. Nou, dan ga ik deze lijn ga ik invullen. Ja, dan zet ik de referentieschetsen even uit. Kijk, de contour van de wijnfles die staat er nu. Oh, dat had een solid lijn moeten zijn. De wanddikte die is ongeveer 4 mm. De zijkant.
precies bij de bodem. Oogt hij wat dikker, dus dan maak ik hem 6. En dan moet hier een spline tussen komen, die ongeveer de vorm moet hebben van de buitenspline, maar dat kan gewoon op het oog. Dus ik maak hem tangent met die verticale lijn. En aan de onderkant maak ik die spline, of die handle, die maak ik horizontaal. En met de lengte van die handles kan ik dan die vorm een beetje tweaken, totdat die redelijk overeenkomt met die spline aan de buitenkant. Komt er aan de linkerkant ook een spline bij. Nou, die hendel die moet ook horizontaal zijn en aan de bovenkant ook. En daar is die afstand weer iets minder. Ik schat ongeveer 5 mm, maar dat is moeilijk precies te bepalen. En ook die vorm die moet redelijk overeenkomen. Nou, het ziet er zo wel goed uit. Als ik nu uitzoom, dan kan ik dit punt met die horizontale lijn coincident maken. Even kijken. Ga ik iets anders doen. Ik kan nu een hulplijntje, een constructielijn, vanaf de midpoint naar die rechterkant laten lopen. En als ik dan even inzoom en die lijn selecteer, dan moet die boven moet die dezelfde wanddikte krijgen, dus die maak ik equal. Nou, dan teken ik weer een spline tussen die punten. En ook die spline die moet weer een beetje de vorm krijgen van die spline aan de buitenkant. Sowieso die hendel moet verticaal zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant. Dan kan ik met de lengte van de hendels die vorm weer ongeveer gelijk maken. Oogt ongeveer wel goed. Ja, als ik er een revolve van maak, dan moet de vorm die moet gesloten zijn. En dan zou ik er nou een revolved base van moeten kunnen maken. En dan staat de hoofdvorm van de fles, die staat er inmiddels. Kan ik gelijk een, nee, dat wacht ik trouwens even mee met het materiaal. Goed, dan kan ik de sleeve gaan tekenen. Dan maak ik de referentieschets van het front maak ik weer even zichtbaar en dan zoom ik even in op de bovenkant van de fles. De sleeve van de wijnfles die moet net met een beetje dikte op het glas van de wijn komen te liggen. Nou, ik begin dan een nieuwe schets op het frontplein en dan neem ik die contourlijn met offset entities, geef ik die een offset van ongeveer een 1/10 mm naar buiten. Dat is een beetje moeilijk te zien, maar als ik inzoom, ja, dan zie ik dat hij inderdaad naar buiten heeft gelekt. Dan kan ik dat punt nog verslepen. En coincident maken aan de onderkant van de sleeve. Goed, en dan ga ik de revolve even hiden. En de referentieschets van het front ook. En dan heb ik een paar maten opgemeten bij de wijnfles.
die moeten sowieso coincident zijn. De hoogte van dat randje wordt 10 mm. En die rand die steekt 1 mm buiten de wijnfles uit. En dan ga ik de referentieschets weer even zichtbaar maken. En dan teken ik een spline naar de middenas. Want daar zit een beetje een soort holle vorm in de bovenkant van de wijnfles. Referentieschets gaat weer even uit. Hoewel, de verticale as wil ik ook even overnemen. Nou, die holte die is ook ongeveer een millimeter. En dan moet die eerste hendel horizontaal worden. Tweede ook. En dan kan ik de vorm gesloten maken, zodat ik er een revolve van kan maken. Nou, bij het maken van die revolve had ik nog de optie om hem te mergen. En als ik nou de fles nog aan had staan, dan zou ik die zeker uit hebben moeten vinken. En nou staat die al default uit. Want die sleeve dat moet natuurlijk een aparte body blijven ten opzichte van de wijnfles. De sleeve die is nu massief geworden, maar dat maakt voor de rendering natuurlijk niet uit. Goed, en dan ga ik nog een paar fillets eraan geven. Nou, deze rand die stak, of die steekt 1 mm uit ten opzichte van de fles. Dus dat betekent als ik hier twee fillets aan wil geven, dan moeten die minder zijn dan een halve millimeter. Dus die maak ik bijvoorbeeld 0.48, dan zou het net goed moeten gaan. Bovenkant krijgt een wat grotere afronding. En de onderkant die steekt 1/10 millimeter uit. Dus die geef ik nou ook een radius van 1/10. En dan maak ik de fles weer zichtbaar. Goed, dan kan ik appearances gaan toekennen. Dat doe ik op body niveau. En dan kies ik voor clear glass. Maar ik kan wel die kleur zelf nog instellen. En ik wil dat het een beetje geel-groen glas wordt. Die waardes die kun je zelf ook nog een beetje variëren. En ik voeg hem toe aan de custom colors, dan kan ik hem achteraf nog wijzigen.
Goed, en dan ga ik de sleeve ook een appearance geven, ook weer op body niveau. En in dit geval kies ik low gloss plastic. Nou, kleur maakt in eerste instantie niet uit, want die ga ik ook weer zelf definiëren. En dan ga ik een beetje blauw-groene kleuren selecteren. In dit geval wel heel donker. Even kijken, die kan ik ook weer een beetje aanpassen. Add to custom colors, en dat kan ik achteraf allemaal nog wijzigen. Goed, en dan kan ik de referentieschets uitzetten en nu wil ik een etiket gaan toevoegen op dat frontvlak. Dat kan ik doen via het menu Render Tools. Als ik dan het surface selecteer waar ik de foto op wil plaatsen van het etiket, en dan via Edit Decal kan ik browsen naar de foto die ik gemaakt heb van het wijnetiket. Dan kan ik vervolgens via de tab Mapping kan ik zelf bepalen hoe die erop geplaatst wordt. In dit geval kies ik voor Label. Nou, dan is hier te zien dat die onder de verkeerde hoek wordt weergegeven. Dus dan verander ik dat in 270 graden. Hij staat op Fixed Aspect Ratio. Dat ving ik uit. Want het formaat van het label, dat heb ik opgemeten. Dat is 80 mm bij 80 mm. En dan kan ik hem vervolgens op de juiste plek slepen. Nu wil ik een rendering gaan maken van de wijnfles samen met een wijnglas wat ik al eerder heb gemodelleerd. Dus ik begin een assembly en dan klik ik op die pin om te zorgen dat ik meer dan één part in de assembly kan plaatsen. Plaats ik eerst de wijnfles, vervolgens het wijnglas. Als ik dan kijk, dan heeft hij de wijnfles, dus de eerste part wat je plaatst, dat heeft hij fixed erin gezet, maar dat maak ik floatend. En dan ga ik die as, die ga ik meten met de origin van de assembly. En de topplane moet op de topplane van de assembly komen. Dat geldt ook voor de topplane van het wijnglas. En voor de rest zorg ik dat het wijnglas gewoon vrij te bewegen is. In het bovenaanzicht zet ik hem vlak voor de wijnfles. Wijnetiket. Ik kan de fles, dus die staat op zich op een vaste positie, maar ik kan nog wel de fles roteren. Dus dan, daarmee kan ik het etiket nog een beetje naar wens mooi in beeld zetten. Dan zet ik hem even op perspectief view. En dan, als ik dan op de display manager klik en dan de derde pictogram bij camera, dan kan ik met de rechtermuisknop een nieuwe camera aanmaken. Dan krijg ik drie vensters te zien. Het middelste venster, daar kan ik zelf de camera helemaal instellen. En dan zie je hier in het rechtervenster zie je een preview verschijnen. En als je het helemaal precies wil instellen, dan kun je links in beeld, kun je met numerieke controls, kun je alles precies met waardes instellen. Goed, ik accepteer deze camera nu even. Dus die komt hier nou in beeld te staan. Die ga ik later nog precies instellen. Dan ga ik eerst naar Edit Scene. Want ik wil een achtergrond image instellen. En dan kan ik browsen naar een foto die ik daarvan heb gemaakt. Dus een foto van de achtergrond. Dus die komt hier nou in beeld te staan. Als ik dan weer dubbel klik op die camera, hij vraagt mij of ik de camera zo wil instellen dat die overeenkomt met de achtergrondfoto. Ja, dat wil ik. Dan moet ik er nou voor zorgen dat de view die de camera ziet,
die overeenkomt met de achtergrondfoto, dus qua perspectief. Dus ik kijk hier, ik zit met de camera ongeveer op dezelfde hoogte van de bovenkant van het glas. En dat komt redelijk overeen met de achtergrondfoto. Maar de bovenkant van de wijnfles, ja, daar kijk ik niet echt heel erg van de onderkant op. Terwijl ik in de achtergrondfoto zit veel meer perspectief. Dat geldt ook voor de onderkant. Dus dat betekent dat de camera in dit geval te ver van de wijnfles afstaat. Dus als ik die dichterbij sleep, dan zie je al dat het perspectief een stuk meer wordt. Dus nu kijk ik meer tegen de onderkant van het bovenrandje aan. En ook meer tegen de bovenkant van de bodem van de fles. Dus dat ziet er al beter uit. Ik denk dat ik hem nog een beetje dichterbij ga zetten. En ik denk ook dat ik iets meer van de onderkant ga kijken. Nee, dat moet ik niet te veel doen. En hiermee met het rode punt kun je de target point verplaatsen, dus de punt waar de camera heen kijkt. En nou, die moet gewoon een beetje mooi in beeld komen. En ik denk dat dat er zo ongeveer wel goed uitziet. Ja, dan kun je de beeldhoek bijvoorbeeld nog instellen. Dus die kan ik bijvoorbeeld op 24 graden zetten, dus dan krijg je net een beetje meer van de omgeving in beeld. En dan denk ik dat die ongeveer wel goed is. Dus als ik hier op camera 1 klik, krijg ik precies te zien van wat die camera te zien krijgt. Dan kan ik bij de render opties nog wat dingen instellen. Nou, hij staat nu aangevinkt dat hij de achtergrondfoto gebruikt. Dus dat is voor de rest prima. De renderkwaliteit laat ik even op goed staan. Voor de final render zet ik die straks hoger. Maar voor de eerste testen is is de laagste kwaliteit prima. Goed, dan ga ik even checken met een preview hoe de rendering er ongeveer uit gaat komen. Nou, dat ziet er ongeveer wel goed uit. Dus dan ga ik toch die renderopties hoger zetten. Dus renderkwaliteit op best. Omdat het met glas heel veel verschil uitmaakt van op welke kwaliteit je hem zet. Kost wel veel rendertijd. En dan kan ik een final render gaan maken. De uiteindelijke rendering die ziet er dan zo uit.